Hallo allemaal, ik ben Jowinjo en welkom bij aflevering 26 van mijn pro-cyclist carrière met Pro Cycling Manager 2018. Vandaag gaan we beginnen aan ons vijfde seizoen en dat is uh, het eerste seizoen op de World Tour. En we vliegen er meteen in met een grote koers, een monument zelf, met Milan Sanremo. Want uh, dat wordt uh, onze eerste echt grote koers. We hebben al één wedstrijd gereden en dat was de Tirreno-Adriatico. Maar ja, daar niet al te veel gepresteerd. wel één keer tweede. En we werden daar tweede in een pelotonsprint, maar er was iemand ontsnapt en daardoor konden we dus niet meespelen voor de zege. En ook in de voorlaatste etappe werden we nog zevende, uiteindelijk 28ste in het algemeen klassement. Maar dit was natuurlijk de eerste koers van het seizoen en dus volledige voorbereiding. En uh, ja, we gaan dan ook eens kijken wat onze doelstellingen zijn dit seizoen. De eerste is natuurlijk leuk, Bastenarken leuk. Uh, de Heuvel, die ons het best moet leggen, in principe. Daar gaan we wel wat vermoeid zijn, maar ja, dat moeten we dan maar bijnemen. Dan hebben we. De ronde van Wallonië op zich niet zo heel belangrijk. Maar het was namelijk niet echt een uh, koers die ik uh, echt uh, wilde winnen. Het Belgisch kampioenschap lukt ook niet. Aangezien het een vlakke wedstrijd is. En uh, ja daardoor dus maar de ronde van Wallonië. De piek is ook niet al te hoog. Maar nog geen 90% dus uh, ja, op zich niet zo belangrijk, maar de derde piek is dat wel en dat is de ronde van Lombardije, de laatste klassieker van het seizoen. En daar willen we wel weer winnen, al wordt dat moeilijk, want dat is een iets lastiger koers, iets meer klemmen in plaats van heuvelrijden. Dus uh, ja, we zullen dan wel zien of dat mogelijk zal zijn. En als we dan naar onze rooster gaan bekijken en wat voor wedstrijden we dit seizoen allemaal reden. Dan zien we natuurlijk, als we even terug gaan naar het begin, dan, dat we beginnen met Trino. Dan hebben we nu Milan-Saremo. Dan gaan we de ronde van Catalonië reden. Ook uh, de ronde van het Baskenland. Dan is het al tijd voor de klassiekers. Met de Goldrace, Waalsapil en leuk Bastenaken. Leuk. Dan zet ons eerste deel van het seizoen op, Dan gaan we verder. Met de ronde van Zwitserland. En gaan we in Hooijem. Daar rijden we natuurlijk de kampioenschappen. Maar het is een vlakke wedstrijd zoals je ziet, zelf met een beetje kasetine erbij. Dat is niet echt voor ons. En uh, ja, daar reden we ook nog de Grand Prix Serami en de ronde van Wallonië. Dan gaan we nog verder voor ons derde deel. En echt lang zetten we niet stil. Want eigenlijk. Als we de, het verschil in datum zien van het Belgisch kampioenschap en de grote prijs zet daar eigenlijk een pauze tussen. En uh, ja, toch van een drietal weken. En dan uh, eind juli hebben we de ronde van Wallonië ook al. En begin augustus beginnen, dan, uh, beginnen we dan al met onze voorbereiding naar de ronde van Lombardije toe. Met de klassieker San Sebastian, La Pouille Normande, de ronde van Burgos, Tour de Limousin, Vattenfall Classics. De grote prijsstad staat Sotham, dan Venedaal twee kleinere wedstrijden natuurlijk. En dan reden we onze eerste grote ronde van onze carrière. En dat is de Vuelta. Dat doen we gewoon in voorbereiding voor Lombardije om genoeg wedstrijdkilometers te hebben. En uh, dan op het einde nog vier eendagskursen of drie eendagskursen eigenlijk. De ronde van de L'Euro Metropol dan Milaan-Turijn en dan... De ronde van Lombardije. En terwijl we dan goed in vorm zijn nemen we ook nog die laatste World Tour koers bij de Tour of Guangxi. Dus genoeg wedstrijden en genoeg wedstrijden op hoog niveau voor ons. En uh, ja, hopelijk pakken we toch wel een paar van die overwinningen. En hopelijke uh, overwinningen in grote koersen. Maar nu gaan we dus beginnen met de Milan-Sarimo. En we doen dat... En het gezelschap van Heidok, Jansen Kittel, Van aard Koning en Tolhoek. We zitten wel niet echt goed in vorm. 84%. maar. En uh, ja, we gaan iets moeten proberen op die heuveltjes. Want in de sprint zal het natuurlijk alles zijn voor Marcel Kittel. Als hij die heuveltjes natuurlijk overleeft. Want met 60 klemmen en 61 heuvels. Is dat eigenlijk niet al te goed. Maar ja, uh, we zullen wel zien. Wat het wordt in deze koers die bijna 300 kilometer lang is. Vind je deze serie leuk? Als zeker niet om te Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan ook op die rode knop en vergeet zeker het belletje niet, want dan krijg je melding als een nieuwe video online komt. We zijn net de Capo Berta gepasseerd en we zijn op weg naar de Cipressa. Misschien zullen we daar onze aanval plaatsen, want de poncho is natuurlijk niet echt stil genoeg. En zoals je ziet, veel renners van ons in gewoon één de krachten. Want uh, ja, het is toch wel een lastige wedstrijd geweest. Het probleem is hier al nog dat er nog altijd een koproep is van acht renners met Ricard, Villala, Alarcon, Lumley, Budding, Sleepy, Buzzato en De Tier. Al zal dat wel Sleeper zijn, waarschijnlijk. Aangezien hij bij BMC reed. En eens kijken wat voor nationaliteit die man heeft. Als we BMC hier ergens kunnen, kunnen vinden, tenminste. Waar is BMC? BMC is hier. Sleeper is een Amerikaan. Dus ja, dat zal dan wel Sleeper zijn. En uh, Wout van Laat brengt ons drinken. En daar is hij dus. We gaan daar eventjes op wachten. En uh, ja, Kittel is in principe de kopman. Maar ja, uh, die had uh, uh, op de Chipressa toch wel moeite hebben, denk ik. We gaan eens kijken. En hij wordt hier aangevallen. En uh, nu gaan we helemaal in de aanval eens kijken. Maar we raken niet echt weg. We verliezen niet gewoon onze krachten. Nee, dat zal hier nog niet lukken. We gaan gewoon ons tempo opvezelen. Om, om, of omhoog doen liever. En uh, voor je aan blijven. En we zullen dan wel zien. Want het is gewoon vanuit die je tempo aanvoert. En hij rijdt weg. Maar hij is een de krachten. Zijn dus wij gewoon het tempo hier zo hoog mogelijk leggen. Dat er toch wel een aantal renners moeten lossen. En dat is nu het geval. Ook Kittel heeft het moeilijk. Op zich ja. Heb ik daar niet echt een probleem mee, dan zal ik zelf wel kunnen sprinten. De wereldkampioen hier ook is Arno De Maag. Het was blijkbaar een vlakke wedstrijd dat k En uh, ja, we hebben misschien iets te hard toegereden, want onze krachten zijn toch al redelijk opgebruikt. Maar een kleine afdaling en uh, ja, we gaan misschien wel opnieuw wat uh, meer krachten kunnen hebben. En uh, ja, de pojo is op zich zo stijl niet. En Kittel valt, Kittel valt, dus uh, met Kittel moeten we hier rekening houden. Dus zullen wij moeten sprinten. Ja, winnen zullen we niet doen, want uh, Kevin Deschet hier, De Maa zit hier. Peter Sagan in zijn nieuwe Amore Evita-trui. Jansen valt ook. En uh, ja, wij moeten hier wel zorgen dat we vooraan blijven. En wat gebeurt er hier? Waarom worden wij hier gewoon gelost? Hoe is dat nu mogelijk? Moeten we nu nog tempo beginnen maken ook om terug te komen nog op dit vlakke stuk, dus ja, dit is natuurlijk niet echt ideaal. gaan kijken nog uh, 3 kilometer tot aan de poe. kijken, we verliezen hier echt wel veel te veel kracht en onze hele balk is al bijna helemaal opgebruikt. En ja, we gaan onze energie nemen. En we gaan proberen om uh, ja, bij dit peloton te blijven, maar we zakken er gewoon door. Terwijl ik gewoon uh, positie vasthouden doe. En uh, ja, dit wordt hier wel heel lastig, want onze hele balk is helemaal opgebruikt. En we moeten nog de 4 km lange poggio op. Niet al te stil, maar ja, uh, op de chipressa heb ik dus gewoon te hard doorgetrokken. Daar veel te veel krachten verbruikt. Gewoon omdat ik wilde dat Kittel wat moe werd zodat wij die sprint konden doen. Maar ja, dat is dus niet het geval. Voorlopig bleven we er wel nog bij. En we zijn waarschijnlijk bijna boven, denk ik. Nog een klein stukje hier achter de bocht. En uh, dan zijn we er. En uh, we gaan net moeten lossen, denk ik. We gaan net moeten lossen. Ja, we kunnen net niet blijven. De Poggio is net die paar honderd meter te lang. Hier was het top. En uh, ja, daarmee zullen we dus uh, waarschijnlijk een 25ste worden. Ja, het was niet ideaal natuurlijk. We zaten niet helemaal in vorm. Maar uh, ja, ik heb iets te agressief die chipressa opgereden. We zitten hier samen met Conti. En uh, achter ons zitten er ook waarschijnlijk nog een paar renners. Inderdaad, die zullen ook wel terechtkomen. En dat zijn, even kijken, Alla kon Alla Philippe. Julia, Alla Philippe zit hier ook nog. Die is ook moeten lossen. En David Villa. Dus we gaan kijken, tempo maken. En dan de sprint doen. Hopelijk kunnen we hier nog 25ste worden. En de winst, even kijken. Gaat naar Peter Petersen voor Edward Toens. En Edvald Bosonhagen. -en, en hier gaan wij nu sprinten. Alla Philippe probeert onze loef af te steken. Maar gaat dat lukken? Jawel, dat gaat lukken. We worden 26e. En uh, ja, daar kunnen we natuurlijk niet helemaal tevreden mee zijn. zelfs al zetten we niet echt in vorm. Toch kregen we een aantal punten bij voor onze punten totaal. Aangezien we ook als knecht gestart worden en we toch wel moesten op kop rijden, hebben dat een vijfgetal kilometer gedaan in het begin van de wedstrijd. En daardoor hebben we toch wat punten bij gekregen. Dat we zo snel mogelijk opnieuw een niveau hoger kunnen gaan. Maar daarvoor gaan we toch wel best wat wedstrijden moeten winnen. Want uh, met 9 puntjes gaan we niet ver komen natuurlijk. Als we nu nog 500 punten moeten halen om naar niveau 20 te gaan. Dan gaan we eens kijken wanneer we de volgende keer zullen terugkomen. En dat zal, we, zal waarschijnlijk gewoon het Heuvel uh, 3 leuk zijn. Want nu hebben we de Ronde van Catalonië. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een voorbereiding. Wel een paar mooie retten voor ons denk ik, aangezien er zes hoveletappes zitten. Eens kijken, ja, met een paar hoveltjes op het einde. Ja, dit is natuurlijk veel te lastig. Hier opnieuw een etappe die goed voor ons zou moeten zijn. Hier ook. En hier ook. En ook de laatste etappe. Dus op zich kunnen we misschien wel een paar goede resultaten halen. En hopelijk niet al te veel tijd verliezen. In die bergetappen. Dan hebben we natuurlijk ook de ronde van het Baskeland. En dat is helemaal een ronde voor ons met al die heuvelritten. Dus uh, ja, we gaan zien hoe we daar voor de dag zullen komen. En dan is het natuurlijk onze goal is Waalse peil en leuk baselijk leuk. En dat zijn wel de één, oh ja, toch drie van de belangrijkste koersen van het seizoen voor mij als heuvelrenner. En uh, ja, dat wordt dan ook de. Wedstrijden die we gaan rijden in onze volgende aflevering. Voor vandaag wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.